Yo, Nintendo fans, welkom bij de allerlaatste Paper Mario The Origami King video. We gaan Ollie vandaag dan eindelijk keihard aanpakken. We gaan hem een lesje leren. Hij zegt, ik ben best wel bekend met boosaardige schuilplaatsen. Dit zou de bovenste verdieping moeten zijn, dus hier moet de troonzaal zijn. Je broer zit waarschijnlijk aan de andere kant van die deur. Kom op, we gaan hem halen. Nou, maar Olivia is bang. Olivia kan niet geloven dat haar eigen broer die gemene nietmachine op haar heeft afgestuurd. Kunnen we hem nog wel stoppen? Of is hij nu te sterk? Wij kunnen dit, Olivia. Wij kunnen dit. We hebben de nietmachine ook verslagen. We hebben alle machines verslagen. We hoeven alleen nog Ollie te verslaan. Olivia zegt bedankt, Mario. Jij bent er altijd voor me. Zelfs op de momenten dat ik me helemaal verfrommeld voel. Dit was een hele lange en moeilijke reis. Maar we kregen zoveel hulp onderweg. Ik ben iedereen heel dankbaar. Jij en Luigi, Kamek, de Bowsers. Bobby! En Bobby ook. Ja, het is Bobby natuurlijk, zegt Olivia. Oh, en de professor, kapitein Toad, vader de Strong, de Sparadijstoos, de zeekapitein, de vinnige veerman en de origami-kunstenaar. Jullie zijn allemaal zo fantastisch en behulpzaam geweest en nu voel ik me schuldig dat ik jullie alweer in gevaar breng. En Bowser die zegt, hey origami-meisje, kijk eens naar mij. Ik ben Bowser, ik spuug vuur en sla enorme rotsen kapot. Denk je dat ik bang ben voor die mafketel? Daarnaast voed ik Junior op, dat is ook geen pretje. Voed jij maar eens een joch op met te veel energie, een vliegende capsule en een eigen leger. Jouw broer maakt mij niet bang. Precies, met z'n drieën gaan we dit fixen. Let's go, Olivia. Let's do this. Bowser is er ook klaar voor. We gaan, nadat we dit ding uit de grond hebben getrokken. Hoppa. Woe, deze is nice. Miniatuur van het origami kasteel. Lekker. Oké, we gaan de grote trap op. Naar de laatste kamer. Naar Ollie. Daar zijn we. En daar is Ollie. En Ollie heeft nog een troon. Hij zegt, eindelijk ben je er. Ik dacht al dat je nooit meer zou komen. Dat is natuurlijk de troon voor Princess Peach, hè? Ollie die zegt, je hebt er zelfs zo lang over gedaan. Dat je niets meer kunt doen om het tegen te houden. Nou, dan moeten we nog maar eens even zien, Ollie. Olivia zegt, broer, ben je nog meer gruwelijke dingen van plan dan? Ik heb helemaal genoeg van jou en je plannen. Wie denk je wel niet dat je bent? Niemand verandert mij of mijn onderdanen in origami, zegt Bowser. Maar eerst, waar is Princess Peach? Is ze veilig? Voelt ze zich op haar gemak? Heeft ze genoeg te lezen? Nou, misschien een panoramaatje erbij? Bowser vraagt het in ieder geval voor een vriend, zegt hij. Ja. En Ollie die zegt, oh, de prinses bevindt zich recht voor je neus. Kijk maar. Oh, wow, ze is helemaal uitgevouwen. Wow, hij heeft alles en iedereen veranderd in origami, inclusief de prinses. Nu is ze één met het kasteel, beeldschoon, dierbaar en stil. Ik weet zeker dat ze nu gelukkiger is. Ollie, dit kan je niet maken. Olivia zegt ook, je kunt Princess Peach niet zomaar in een kasteel vouwen. Dit gaat echt te ver. Dit is het allerergste wat je kan doen. Behalve, wacht, snik. Al die papieren kraanvogels, je gaat toch niet... Ga je die allemaal op ons afsturen? Ollie die zegt, jawel, heb ik al gedaan. Dit is de techniek van de 1000 kraanvogels. Wie genoeg geduld heeft om 1000 kraanvogels te vouwen, kan wensen wat hij wil. Dat is ware macht. Macht die ik zal gebruiken om al die misselijke toads in blanco vellen papier te veranderen. Dan heb je wel geduld gehad met je 1000 kraanvogels. Bowser die zegt, wat, dit is gestoord. Daar komen die toads nooit van terug. Dat zou zelfs ik niet doen. En ik heb al nodig op mijn geweten. Vraag maar aan Kamek. Nou, Olivia die zegt, ja, ik begrijp ook nog steeds niet wat je tegen die toads hebt. Besef je eigenlijk wel dat ook jij oorspronkelijk bent gevouwen door een toad? Oh, en Ollie die zegt, natuurlijk. Want hij is de hele reden dat ik dit doe. Die dwaas respecteerde het papier waarvan ik gemaakt ben niet eens. Hij bekladde het zelfs. Nu draag ik het vreselijke litteken van zijn onverschilligheid en minachting voor origami. En ik ga het hem betaald zetten. Heb je een litteken? Doe je dit allemaal om een litteken? Vraagt Olivia. Is dat de reden? Waarom moeten alle toads boeten wanneer je alleen maar boos op één toad bent? En Ollie die zegt, als je één toad gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Ze zien er toch allemaal hetzelfde uit. En daarom ga ik ze allemaal in blanco vellen papier veranderen. Zodat ik die stomme gezichten nooit meer hoef te zien. En dat is mijn visie voor dat glansrijke origami-rijk. En wat jou betreft, Mario, je bent behoorlijk irritant geweest. Nou, dan lijkt die op jou. Waarom moet jij altijd zo bij de hand doen? Dan kan ik beter aan jou vragen. Jouw hand zit in mijn... Nee. Daar gaan we het niet over hebben. We focussen ons nu op Ollie. En die zegt, we kunnen niks meer doen om hem tegen te houden. 999 van de kraanvogels zijn af. Nadat ik jou heb verslagen, zal ik je papieren de laatste eer bewijzen door er de 1000ste kraanvogel van te maken. Daar gaan we. De allesbeslissende battle. Tegen freaking Ollie. Oh my gosh. Hier houdt het op, Mario. Ik zal mijn droom eruit komen. En als je niet vrijwillig overgeeft,
zal ik je met mijn kracht moeten overtuigen. Oké. Je hebt alle elementals, alle origanten heb je daar zo. Ga jij ook in origanten veranderen? Nee. Verander je nou zelf in die shiny versie van die origanten? Wow, hoe gaan we dit nou weer aanpakken? Olly zegt, ik heb me de technieken van elk boek meester gemaakt. Aanschouw nu hoe een ware koning deze krachten hanteert. Oh man, we moeten nu gewoon tegen alle origanten. Dit zijn nieuwe symbolen blijkbaar. Dat is een van de super speciale tovercirkels. Daarmee kan Olivia in elke origant veranderen die ze maar wil. Oké. Olivia zegt even denken. Eerder konden we hem zijn poten laten intrekken door erop te slaan. Mijn broer gaat meteen voor de zware klappen. We hebben geen tijd om elke afzonderlijke poot te gaan. Oké, maakt niet uit. We gaan de aanknop gewoon aanzetten en dan gaan we hem gewoon pakken. Let's go. Hoppakee, aanknoppie. Yes. En dan komen we op dit platformpje terecht. En welke van de vier moeten we pakken. Zullen we kijken of we hem kunnen bevriezen met de ijsorigant? Let's go, Olivia! Ijsorigantje, ik hoop dat het lukt. Yes! Nice, oké. We kunnen hem in ieder geval bevriezen. Alleen dan doen we hem geen pijn. Dit is jammer. Hij zegt vervloekt, ik kan me niet bewegen. Oh, nou blijkbaar hebben we toch iets goed gedaan. Zullen we gewoon kapot gaan slaan? Ik ga hem klappen. Hier, de aanknop staat aan. Dan pakken we deze. En ja, dan de vouwarmen. Ik hoop dat het lukt, deze tactiek. Grijpen en gooien maar. Ja? Ja, oké. En kunnen we die ook nog... Ja, kijk, we kunnen ook nog slaan. Oh, lekker dit. Deze voor jou, Olly. Zo doen we dit. Met je grote bakkes. Olly zegt niet slecht. Tijd voor een andere aanpak. Ja hoor, daar is de volgende origant. Welke gaat het worden? Het wordt de ijsorigant. Oké. Jij verandert in een megabeer nu. Je gaat onze tactiek gaan kopiëren, hè? Je wil ons gewoon bevriezen nu. Wat denk jij wel? Wat denken jij? Ja, ik denk dat we dan deze moeten counteren met de vuurorigant, denk ik. Hij heeft een ijslabyrintje gemaakt. Ja, lekker dit. Oh nee, ja, deze vond ik zo lastig, hè. Dit vond ik echt lastig. Ik kan dit niet onthouden hoe dit zat. Kijk, hij heeft zichzelf ook bevroren nu. Oh, hij hield zichzelf ook. Nee joh. Oh nee, dat is echt niet best. Hij hield zichzelf. Ik zat gewoon lekker rustig te puzzelen. Oh, nee. Dit kan ik gewoon niet rustig aandoen. Oh, jongens, dit gaat helemaal fout. Alhoewel, ik denk dat ik hem wel heb nu. Nee, ik moet dit in twee beurten gaan doen. Oh, jongens. Oh, wat is dit balen. Ik ben ook bevroren. Nee! Oh, we begonnen zo goed. Oh, gosh. Naar beneden, naar rechts, naar beneden en naar links. En dan weer naar boven. Oh, dit kan ik nooit onthouden. Deze vind ik zo moeilijk. Het was naar beneden en naar rechts. Naar beneden en dan... Op een gegeven moment... Ja, dit gaat niet. Nou, jongens, dit gaat hem niet worden. Hij is inmiddels alweer vol HP. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik word echt... ik kan hem ook niet slaan. Ik pak weer damage. En hij is helemaal vol. En ik kom er maar niet toe om bij die origantenkracht te komen. Ik laat de toads even juichen. Misschien kunnen zij me op een of andere manier helpen nu. Wacht even. Nu staat de origantenkracht op de juiste plek. Moesten naar beneden. Moesten we naar rechts... Dit is hem. Ik heb hem. Jongens, ik heb de route. Dit is de route. Naar links. Hartje pakken. Ja, en dan naar boven. Oké, jongens. De origantenkracht. Ja, ik wil hier sowieso de vuurorigant gaan gebruiken. We moeten hem laten smelten. Ik hoop dat dit nog een beetje zin heeft ook. Let's go, Olivia. Laat hem smelten. Doe iets. Ik hoop dat er ook wat HP van hem afgaat. 1 HP gaat er vanaf, dat is niet heel veel. En wat gaat hij nu doen? Hij komt nu met de kegelbeer en die verdedig ik. Ga je nu weer de ijslabyrint maken? Nee. Hoe ga ik je ooit verslaan? Ik ga in ieder geval de aanknop aanzetten, voor de rest heb ik niks. Voor de rest gaat het denk ik fout. Ja, dan staan we hier. Ja, oké. Jammer. Ah, oh, die ijsorigant is zo irritant. Ik moet even goed kijken waar het... plaatje is die we nodig hebben. Dus het plaatje is nu aan de linkerkant. Naar beneden, rechts, naar beneden. Ja, ik heb alleen niet zo heel goed gekeken. Ja, ik ga gewoon het plaatje volgen. Ja. Dus deze superkracht, die stond sowieso hier dan, denk ik. En we gingen naar rechts. Dus dat is dan zo. Ja, kijk. We hebben de route en we hebben een hartje. Lekker. Alleen moeten we hem nou, denk ik, weer laten smelten. Ja, ik denk dat we dit goed doen.
Alleen moeten we twee keer achter elkaar moeten we het goed doen. Dus de vuurorigant is wel de goede keuze. Maar dan moeten we de beurt hierna moeten we het ook gelijk goed doen. Dus we moeten goed blijven opletten. Oké. Smelten die handel. Juist. Zodat hij geen ijs meer om zich heen heeft. Nu even goed kijken hoe het ijslabyrint is. Oké, wat we willen staat bovenaan. Links boven, naar rechts beneden. Oké. Hij gaat naar rechts en dan nog een keer naar rechts. Ik ga in ieder geval even de toots weer gebruiken. Dan kunnen we een beetje zien waar we naartoe gaan. Zodat hij zichzelf niet te snel kan healen. Ja, deze stond zo. Dan moeten we nu naar rechts. Ja, dan is dit goed. Dan is dit gewoon goed. Ja, let's go, let's go. Snel, snel, snel. Zodat hij zichzelf niet kan healen. Knopje aan. Lekker. Oké. En pakken die handel. Lekker, de tovercirkel is actief. Grijp hem vast en smack die handel. Hoppakee, lekker, lekker, lekker. Meer dan de helft eraf, hopelijk. Yes, oké. Nice. Jeetje, deze was vervelend, ijsorigant. Ollie zegt, nu begin ik pas echt. Denk maar niet dat je gewonnen hebt. Ga je nu nog eentje doen? Blijf je nou doorgaan? Ja hoor, daar komt hij, de volgende. Oh, jongens. De waterorigant. Oké, nou moeten we dit dus goed weten te timen. En dat lijkt me best wel lastig. Hij heeft er weer HP bij gekregen. Ja, lekker is dat. Ja, dit gaat goed. Nice, dit gaat goed. We gaan naar rechts. Dan gaan we hier naartoe. En dan pakken we deze. Origantenkrachtje. En dan gaan we voor de aardorigant. Let's go. Want we gaan onszelf even omhoog knallen. Let's go, Olivia. Nice. Oké, nu is hij aan de beurt. Dus even kijken wat hij gaat doen met zijn reuze golf. Ja, ik hoop dat hij mij dus nu niet raakt. Kijk, toppie. Hij raakt mij inderdaad niet. En nu is hij op de grond. Lekker. Oké, nu kunnen we hem gaan slaan. Oké, hij staat al aardig goed. Ja, zo. Yes, oké, dit is helemaal top. Dit is helemaal top. Ik weet niet of hij weer HP erbij zou krijgen, maar we doen dit gewoon snel. Ik ben het een beetje zat dat hij elke keer HP erbij krijgt. Vouwarmpies pakken en slaan. Ja, kom op. We gaan hard. Ja, lekker. Is dit het einde van Olly? Is het klaar? Of heeft hij nog wat in petto voor ons? Olly die zegt, je hebt de kracht van mijn superieure gevouwpapier overtroffen. En Olivia is nog zo lief. Die vraagt aan Olly of het wel gaat. Broer, gaat het? Je bent vast uitgeput. Zelfs als je maar één origantvorm gebruikt, raak je al. En Olly die zegt, hou je mond! Ik hoef je medelijden niet. Ik heb je gevouwen zodat we deze platte wereld zouden veranderen in een origami rijk. Maar je hebt me verraden en je hebt je aangesloten bij deze papieren paupers. Begrijp je het dan nog steeds niet, Olivia? Ja, we zijn allebei origami. Waarom verzet je je tegen mij? Nou, misschien omdat jij een flapdrol bent. Misschien daarom. Olivia die zegt nu, Olly, we zijn origami, maar dit is niet waar we voor zijn gemaakt. We zijn allebei begonnen als eenvoudige vellen, maar we kregen een ziel toen we gevouwen werden. We zijn met liefde gemaakt. Liefde voor kunst, liefde voor creatie, liefde voor het leven. We zouden vrienden moeten zijn met alle papieren wezens als we liefde in ons hart... Oh, en Olly wordt boos. Die zegt, ga je mij de les lezen over liefde? Was er liefde in het hart van die papieren toot die mijn lichaam heeft beklad. We hebben niets gemeen met die platte prul van een dwaas. We zijn voorbestemd voor grootheid. Olly die zegt, ik had moeten weten dat jij het niet zou begrijpen. Hoe kan dit ook anders? Ik heb je te perfect gemaakt. Te puur. Ja, hij heeft nog een trucje, jongen. Hij heeft nog een trucje. Hij zegt, die fout ga ik binnenkort rechtzetten. Hier, Olivia. Laat me je ware kracht van origami tonen. Oh my gosh, daar gaat die jongens. Nu, dit is pas de final stage. Dit is het. Hier gaat het gebeuren. Oh, Olly wordt helemaal lijp. Helemaal gek wordt hij. Oh. Oh, en Bowser die staat er ook naar te kijken. Zo van, wat gebeurt hier? En Olivia die snapt er ook niks van. Die vraagt, wat moeten we doen? Hij wordt een of andere super Olly, lijkt het wel. Oh, de battle stage gaat zelfs flippen. Nee! Nee, alle toads vallen er vanaf. Kan ik nu de toads niet meer gebruiken? Oh, gosh. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? No! Wat is dit? Kijk om je heen, Olivia. Ik vouw de realiteit zelf. Origami belichaamt de eindeloze kracht van gedaantewisselingen.
En met die kracht zal ik deze wereld verlossen van armzalige, flinterdunne wezens. Bowser die zegt, denk jij dat we ons zomaar gaan overgeven omdat je je groot maakt en er een beetje raar uitziet? Ik heb helemaal genoeg van jou met je rare kapsel. Tijd om te knokken. En Bowser gaat gewoon meedoen. En Olivia die zegt, Ollie die had gelijk. Deze plaats is gemaakt van pure origami kracht. Hij wordt er sterker van, dus jij kunt er ook sterker van worden. Laat me je vouwen. Olivia vouwt Bowser. Nee joh. Kijk, oké, wat gaat dit worden? Bowser origami Bowser. Wow. Dit is super vet. En Bowser die zegt ook, niet slecht origami meisje, dit is geweldig. Ik zal die papieren pauper eens laten zien wie de echte eindbaas is. Kijk ze battelen dan. Rawr! Hij is sterker dan die eruit ziet. Hij kan wel wat hulp gebruiken, zegt Bowser. Nou, let's go. Ik denk dat wij wat tovercirkeltjes moeten gebruiken. Als we op de grond slaan met de vouwarmen, kunnen we Bowser helpen. Als Bowser een tovercirkel nadert, moet je achter hem gaan staan en de tovercirkel gebruiken om je vouwarmen te activeren. Als Bowser van plek wisselt, moet je op B drukken om je aanval af te breken en van tovercirkel te wisselen. Oké, dus we moeten continu achter Bowser gaan staan. Dus nu staan we hier. Vouwarmen. Ja, grijpen die handel en slaan. Lekker. Nice. De tovercirkel is verdwenen. Blijkbaar gaan ze niet zo lang mee. En Ollie die zegt tegen Mario, kan je niet een keer met je eigen zaken bemoeien? Oh, wow. Wat is dit? We moeten... Oké, tempo. We moeten dat ding ontwijken. Ja, vouwarmpjes hier zo. Lekker. Grijpen die handel en slaan. Slaan. Ja. Lekker. We helpen Bowser. Nice. Oké, we moeten weer achter Bowser zien te komen. Dan moeten we hier overheen springen. Of opspringen, blijkbaar. Oké. Lekker. Nice. Nog een keer. Dit gaat goed komen. Go. Nice. Hier opspringen. Yes. En nog een keer. Of eroverheen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, vouwarmpjes. Gaan. En slaan. Ja, dit gaat top. Ik weet niet hoe we precies Bowser helpen, maar we helpen Bowser. Auw, en ik heb een ster op mijn bakkes. Nog een keer. En slaan. Krijg je wel pijn in mijn duim van, jongens. Oh, man. Wow. Oké dan. Bedankt voor die dingen op mijn bakkes. Oké. Grijpen. En slaan. En jump. Oh, man. Ik word de hele tijd geraakt door die freaking sterren. Hou eens op, stomme ninja sterren. Go. Oké. Ja, dit was hem. Ollie die zegt alleen, ik laat me niet verslaan door deze stuiterende blaaskaak. Kom hier, gevouwen soldaat. Oh, wow. Wat is dit? Waar komt die opeens vandaan? Wat moeten we hier nou weer tegen doen? Sla zo vaak mogelijk op de grond voordat het valt en ons verplettert. Oh, we hebben gewoon een challenge er nu bij. Ja, vouwarmen. En slaan. Ja, slaan. En nu op B drukken. Wegwezen. Juist. Oké, dat zag er goed uit. Dat grote gezicht kwam zo hard op de grond dat Ollie werd teruggeworpen naar het midden. We waren zo dichtbij, maar we kunnen niet opgeven. Kom, we doen het nog een keer. Oké, we doen het nog een keer. Spring eroverheen. Kijk, nu worden we een keertje niet geraakt door die stomme dingen. Top. Ja, oké. En nog een keer. Grijpen en slaan. Go. Kijk hem battelen, jongen. Die freaking Bowser. Kijk hem gaan. Hoe vaak moeten we dit doen dan? Jemig. Ik vind het niet erg om je te helpen hoor, Bowser. Maar man, je overdrijft. Oh ja, kijk, Bowser. Ja. Ze zijn aan het sumo worstelen. Nu zie ik wat ze aan het doen zijn. En we moeten zorgen natuurlijk dat Bowser Ollie van het platform af meetert. En daarom is het belangrijk dat we eigenlijk ook goed die dingen ontwijken. Want dan zijn we hier eerder en dan kunnen we harder slaan. Ja, dit gaat goed komen. Kom op, Bowser. Slaan! Lekker! Ja! Bowser heeft hem verslagen! Bowser noemt zichzelf een papieren krachtpatser. Opgeruimd! Staat netjes! Let's go! Bye bye, Ollie. Lekker gedaan, Bowser! Lekker, dat doen we gewoon even samen. Mario en Bowser samen, jongen. Kijk hem. Dat is best wel een tijdje geleden volgens mij dat Mario en Bowser hebben samengewerkt. Olivia die zegt ongelooflijk. Ik weet dat hij goed in zich had, maar Ollie koos ervoor om het platte papieren volk te blijven haten tot het bittere einde. Vaarwel broeder. Hopelijk zal ik je ooit weer zien. Wat is dit voor één geluid? Nee! Nee! Hij leeft nog. Hij is nog groter geworden dan dat hij al was. Holy crap! En Ollie die zegt, dit sta ik niet toe.
Ik zal jullie allemaal verpletteren. En Olivia die zegt, nee, mijn broer is veel te groot. Zo kunnen we hem toch niet stoppen. Maar ze heeft een plannetje. Ze zegt, oh wacht, die origami kunstenaar gaf me iets speciaals voor we zijn werkplaats verlieten. Oh, was dat wat je kreeg? We gaan dat nu gebruiken. Wat is dit? Heb je nog een superpower, Olivia? Oké. Ik zie 4 portals. Heeft dat met de origanten te maken? Oh, ik zie allemaal super Olivia's. En Ollie die zegt, nog een tovercirkel. Ah, kansloos. Wat ben je van plan? Ga je me op de vingers tikken met die slappe armpjes van je? Ja, zeker gaan we dat doen. Kom dan. Oh, let's go Olivia. Oh man, dit moet wel de final boss battle zijn, toch? Uit mijn woede ontstaat een dodelijk gif dat langzaam opstijgt uit de diepte. Neem dus gerust je tijd, want wanneer dat gas je bereikt, wacht de eeuwige rust op je. Wah, Oké, we moeten dit nog snel gaan oplossen ook. Lekker dan, want snelheid is nooit echt mijn grootste kwaliteit eigenlijk in deze game. Dat heb ik al gemerkt. Dit begint ook sowieso echt compleet poep, want ik heb nog niks gedaan. Wat gaat hij doen? Hij gaat me slaan. Oké, ontwijk hem. Lekker, Mario. Lekker. Oké, maar volgens mij was groen boven. Dus, ja, oké, groen was boven. Ja, dit ziet er ook goed uit. Jemig. Lekker getimed, Mario. Toppie. Oké, juist. Lekker. Nice. Oké, en door met die puzzel. Ja, zo. En dan de onderste cirkel. Kom op. Ja, onderste cirkel. Ja, oké, de bovenkant is al goed. Nice. Oh my gosh, wat heeft hij nu? Hij heeft nu messen of zo. Ah, ik heb niet goed getimed en ik word geknipt. Oh, die doet pijn. Ja, dit staat nu ook goed. Dan moeten we denken alleen deze nog. Ja, nice. We hebben hem. We hebben de puzzel. Hij zegt, denk je dat ik dit toesta? Ik verfrommel deze tovercirkel tot oud papier. Nee, laat de cirkel met rust. Ja, lekker getimed, Mario. Nog een keer. Oh, we moeten pushen. Lekker. Oh, nog een keer. Wat doet hij allemaal? Lekker. Wat gebeurt er? Kunnen we nu de tovercirkel gebruiken? Ja, de vouwarmen. Let's go, Olivia. Doe je magic powers. Grijpen en slaan op zijn hoofd. Lekker. Olivia zegt, het is je geluk, Mario. We kunnen eindelijk de tovercirkel gebruiken. De origami kunstenaar heeft me een geheime vouwtechniek geleerd. Dit is onze enige kans om Ollie te stoppen. Doe het. Als dit de enige kans is, dan moet je dit nu gaan doen. Wat voor speciale kracht heb je, Olivia? Wat is dit? Wat ga je doen? Ja, oh, dit is een hamer. Olivia wordt een hamer. Ja hoor. De origami hamer. Kom op zijn slaam alsjeblieft. Even 1 keer heel goed en heel hard op zijn bakkes. Olivia zegt, broer, alsjeblieft, open je ogen. Ik ga hem grijpen, die hamer. En we gaan hem slaan. Hoppakee. Dikke doei. Dikke mazzel. En nu, wie gaat er nou naar de eeuwige rustplaats? Jij, hè? Met je origami bakkes. Ugh. Doei, Ollie. Wat een zwaar gevecht. En daar ligt hij, hoor. Daar ligt hij. Arme Ollie. Olivia zegt, het spijt me. Ik had geen andere keus. Nee, Olivia die had het liever niet willen doen. Maar ja, Ollie die doet zo stom. Olivia zegt, misschien ben ik wel te ver gegaan. Ollie zegt, nee, Olivia. Dankzij die laatste hameraanval waarmee je alles gaf, ontwaak ik nu eindelijk uit deze nachtmerrie. Wat bezielde me? Ik was te trots, te arrogant. Mijn hart was verblind. Ik dwaalde af van het rechte pad. Oh, nee. En Olivia vraagt, wat is dat op je buik? Ja, het is een soort van inktvlek of zo. Is dat zijn litteken? En wordt Ollie nu opeens goed? Elke beweging doet pijn, maar dat is de oorzaak van alle ellende. De onbezonnen krabbel die toot op me achterliet. Kun je voor me kijken wat er staat? Ik moet het weten. Wat voor onzin tekende die waanzinnige mijn lichaam? Een laatste grap. Olivia gaat lezen. Wat staat er op het lichaam van Ollie dan? Er staat, beste Ollie, dat je een rechtvaardige en goede koning mogen zijn. Nou, dat is niet echt gelukt, hè, Ollie? Olivia zegt, het is geen gekrabbel. Het is een heel aardig bericht van de origami kunstenaar. Hij wenst je het beste als nieuwe koning. Ha, zegt Ollie. Ah, hij begint te lachen. Hij zegt, ik was een vreselijke koning en ik heb hem op deze manier voor zijn goedheid beloond. Ik was verblind door woede. Ik heb zoveel stomme dingen gedaan. En het spijt me zo dat hij Prinses Peach en Mario hier ook bij betrokken heeft. Nou, Ollie ziet eindelijk in dat hij niet echt lekker bezig is geweest. En hij vraagt om Olivia of Olivia iets kan doen. Zijn lichaam moet de 1000ste kraanvogel worden en Olivia moet dit doen. Want dan kan Olivia een wens doen. Ja, en dan kan Olivia dus alles ongedaan maken, hè? Dat is wel aardig van Ollie. Oh, Ollie is ook, Ollie is weg. Ollie is dood. Oh nee, oh wat tragisch. Arme Olivia.
is haar broertje kwijt. Olivia weet niet hoe ze een kraanvogel moet vouwen. Ja, dat is een probleem. Oh nee. Oh nee. Het gebouw begint te trillen. Oh! Luigi heeft Kamek, Bowser Jr. en de Toad gehaald die Ollie en Olivia heeft gemaakt. Of nou ja, die Ollie heeft gemaakt. Niet Olivia natuurlijk, want Ollie die heeft Olivia weer gemaakt. Luigi, je bent net op tijd, jongen. Ja, jongen. Ollie is weg. En die Toad wordt helemaal gek, want die zegt... Wat? Probeert een van jullie de verborgen techniek van de 1000 kraanvogels te gebruiken? Nou, nu begint Olivia dus uit te leggen dat Ollie is geweest en... Ja, dat Olivia nu de laatste wens van de broer in vervulling wil gaan door de 1000ste kraanvogel te maken. En dat gaan ze samen met elkaar doen. De professor en Olivia. En daar is die, de 1000ste kraanvogel gemaakt van het papier van Ollie. Daarmee is de techniek compleet. Je kunt nu je wens doen, Olivia. Nou, de wens van Olivia is kijkend naar Mario en Luigi. En kijkend naar Princess Peach. Die nog steeds opgevouwen is. Dit is de wens van Olivia. Ze wenst dat alle origami die haar broer heeft gevouwen weer wordt. Zoals vroeger. En daarmee gaat het origami kasteel weg. Oh, kijk die 1000 kraanvogels, jongen. Dit is vet. Dit is wel vet gemaakt. Nice. Ja hoor. De origami verdwijnt. En straks hebben we weer het kasteel van Princess Peach terug. In een grote lichtbal. Het lijkt wel een beetje op de zon. Ja, kijk eens. Daar gaat het. Daar gaat het kasteel. Het kasteel komt weer op zijn plaats. Dankzij de 1000 kraanvogels. Dit ziet er goed uit, jongens. Ja hoor. Ja hoor, het staat er weer. Het is wel mooi trouwens. Allemaal van die gouden kraanvogeltjes nu. Ja, en één paarse. Oh, het worden nu allemaal papiertjes en de papiertjes verdwijnen. Want dat was natuurlijk de allerlaatste wens van Olivia. Maar betekent dat Olivia nu ook weg is? Is Olivia nu ook weg? Daar is in ieder geval Prinses Peach. Die is weer terug. Hallo Prinses Peach, we hebben je weer gered voor de 300.000ste keer. En ze vraagt zich af, wat doen we hier allemaal? Nou, dat is een heel lang verhaal, Prinses Peach. En Luigi, die zegt inderdaad, we missen iemand. We missen Olivia. Oh nee, ik denk dat Olivia niet meer terugkomt. We hebben in ieder geval wel vuurwerk. Dat is wel nice. Kijk eens, maar waar is Olivia, jongens? Ik vind het toch wel een beetje sneu dat Olivia gewoon nou niet meer hier is. We zijn Bobby al kwijtgeraakt op een hele emotionele manier. En nu ook nog Olivia. Toad zegt, ik ben blij dat alles weer normaal is. En Toaddorp is druk in de weer met het Origami Festival. Iedereen ontdekt de magie van origami en heeft het naar zijn zin. Misschien zijn Olivia en Ollie er dan toch weer. En misschien gaat Ollie zich nu wel gedragen. Bowser is ook lekker aan het feesten. Bowser is gewoon uitgenodigd voor dit feest. Dry Bones zijn uitgenodigd. Kamek staat weer te vegen daar. Zo Chainjump is van de partij. Bobombs, Koopas, Toads, iedereen. Nou, het ziet er wel leuk uit. Vooral zo 's avonds met al die lichtjes. Het ziet er wel leuk uit. Nice, Goombatjes. De winkeltjes zijn open. Alle Toads zijn van de partij. De Sniffits zijn er weer. Shy Guytjes. Ja, dit wordt een dikke vissa, jongens. Dit wordt een hele dikke vissa hier in Toaddorp. Kijk. Ja hoor, en hier is de kunstenaar. Ik noemde hem net nog professor, maar dit is natuurlijk de Toad kunstenaar. En die zegt, kom eens kijken, want mijn meesterwerk is nu af. Het is een origami kasteel in het klein. Net als dat van Ollie. Ja, en de twee troontjes die staan daar toch nog. Olivia, waar ben je? Peach vraagt Mario, denk je aan het origami meisje dat me heeft gered? Ze heeft een heldendaad verricht. We zijn haar eeuwig dankbaar. Nou, maar echt inderdaad. Ik weet dat ze over ons waakt. Ik wou dat ik haar kon bedanken, zegt Peach. Nou, inderdaad, maar waar... Wacht even. Het is tijd voor de grote finale, zegt Toad. Wat is het voor papiertje dan? Dit zijn twee cadeautjes. Oh, dit zijn lampionnetjes. Aan alle origami. Bedankt. We gaan de lampionnetjes in de lucht laten. Ja, dit is een mooi en een gezellig origami festivaletje, jongens. En dan hebben we de game toch echt uitgespeeld. Na meer dan 40 afleveringen is het zover. We hebben Paper Mario, de Origami King, uitgespeeld. En ik vond het echt een fantastisch avontuur. Ik vond het super, super leuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik de game zo leuk zou vinden als dat ik hem zou vinden. Maar het was echt tof. Ja, dit was hem. Dit was hem echt. De aftiteling die begint. Dus ik ga jullie allemaal bedanken
voor het kijken naar deze super toffe serie Paper Mario The Origami King. Ik zou zeggen, als je dit nou een leuke serie vond, doe bij alle video's een blauw duimpje omhoog. Ga eens gewoon lekker nog een keer kijken, want de hele serie staat vanaf nu op YouTube en die blijft ook lekker hier staan. Wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. De volgende serie. Oh ja, wat moet de volgende serie worden? Laat het weten hieronder in de comments. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!